Ik ben Nigel Williams. Momenteel zit ik in Krefeld, Duitsland, tijdens de opbouw van Music Show Scotland. Een show dat ook naar Antwerpen gaat komen op 18 november. Onvoorstelbaar. Honderden pipers en dansers en drummers en muziek, modern en oud. En onze fantastische kasteel. Kom, we gaan kijken backstage. Hallo, Hans. Oh. Nigel. Uit Antwerpen. Ja, uit Antwerpen. Jullie komen ook naar het Sportpaleis in Antwerpen. Ja. 18 november, als ik me niet vergis. En dan ook nog in januari in Forst Nationaal. Ook, klopt ook, ja. Leuk dat je hier bent, joh. Dames en heren, Hans Berten. Deze man is de organisator, uitvinder, godvader, zeg wat je wilt. Clanleader. Clanleader, van dit allemaal. Ja. Zeg eens eventjes hoe dat begonnen is, allemaal. Ah, dat is een heel lang verhaal, maar ik zal het kort proberen te houden. We zijn in 2006 eigenlijk begonnen met het idee om dit soort muziek te gaan maken. En dat hebben we in de sporthal van Borculo, bij ons waar we vandaan komen, hebben we dat voor de eerste keer gedaan. En dat was een groot succes, ik moet zeggen. We hebben de kaarten wel weggegeven, ik bedoel, want we moeten mensen natuurlijk eerst enthousiast maken. Ja. En, maar er was zoveel vraag naar, dat we op een gegeven moment hebben gezegd, daar gaan we mee door. Ja. En toen zijn we eerst de buurtplaatsjes bij ons hebben gedaan. En toen we merkten dat er veel belangstelling voor was, zijn we ook, hebben we een kasteel gebouwd en een decor, een licht en geluid. En nu? Nooit wetende dat wij, voor ons was dan Ahoy, Ahoy Rotterdam, dat we daar nou terecht zouden komen. En nu komen we over heel Nederland, de grootste zalen, komt in Zurich, Denemarken en ook België. En in Antwerpen, beste stad van België. Daar zijn we hartstikke trots op, hoor. Je mag trots zijn, want het is een heel mooi... Echt Schots, als ik dat mag zeggen, als Brit, familiale gevoel, backstage, everybody's happy. Ja. En ik ben benieuwd hoe dat die pipers klinken allemaal. Nou, dat was zo meteen maar zeg maar. Deze man, ongelooflijk. Kom kijken.